moet dan ook niet op la. Starnews, ik zeg voor Suriname. Ik ben een echte fan van jullie Starnews. Pikado, druk of geen drukte. Ik heb het erover, ik ben een mens. Ik voel dat ook. Ik voel dat ook. Ik heb hard voor de NDP gewerkt. De meneer Parmester moet het gelukkig zijn, maar ik zeg van, dat wil niet zeggen dat deze mannen het moeten komen verrotten of vernietigen. Ik ben klaar met deze mannen, zij moeten oprotten. De man kwee, kinderbijslag klaar. Allah de sade bigisma moni klaar. Uno let jut sade tapastra sa wan ko vooruit, uno man. De man tak over productie. Ano de man sade in de kantoor echa productie. Productie, no en uno sade tapafeld, uno echa productie. Ja, dan gaat de saf de man dat die de man om echa productie. Is rommel gezegd, deze mannen moeten weg. Het is genoeg. De kastelij. Zo moeten ze ook wegrotten. Klaar. Wat er hier vandaag gebeurt, we maken gewoon gebruik van onze democratisch recht. En dat is een vreedzame betoging. Ik heb vandaag speciaal vrijgemaakt daarvoor en een paar mensen opgeroepen. Surinamers die zich geroepen voelen, die staan hier. Surinamers die zich misschien nog niet geroepen voelen, zijn niet gekomen. En Surinamers die zijn aangemand om niet te komen, zijn ook niet gekomen. Ben je ontevreden? Teleurgesteld? Nee, ik ben niet ontevreden, ook niet teleurgesteld. Ik vind het alleen maar triest dat men ziet dat het niet gaat met Surinamers en men ook niet kan helpen nu, want men zit niet in een machtspositie, maar men Surinamers aanman om Sibrano Piqué niet te ondersteunen en te wachten op 25 februari. Wat gebeurt er op 25 februari? Nou, ik hoor allerlei geruchten dat partijen over straat komen. Is dat toch? En ik eerlijk, brada, dat mix mannen loopt niet. Omdat ik naar Suriname eerst dan de rest. Ik zet geen enkele partij voor het belang van Suriname. Zolang je me hier ziet staan of in een protestactie, is het namens Suriname en namens God. Niet namens een partij. Weg met Chan, weg met discriminatie. Ik heb niks anders te vertellen. Ik wil mijn kleur van mijn vlag behouden. Blijft het bij deze actie? Ik heb een opdrachtgever die me heeft geroepen om dit werk te doen. En dat is de Almachtige daar. En er staat niemand boven hem om me te zeggen om te stoppen. Maar je kan wel een periode inlassen om te evalueren en te kijken waar aan het zit. Ik hoef nu bijvoorbeeld niet meer over straat te komen. Reden waarom? Ik ken het probleem al. Iedereen gaat wachten op 25 februari. Ik gun ze. Laat ze maar beginnen met hun politieke campagne op 25 februari. Ik sta nog steeds recht overeind. Het is genoeg. Ik zeg het is genoeg. Nu heb ik Joe nodig om te zeggen dat het genoeg is. Het is genoeg. Ik ben altijd een ondersteuner. Zolang als het gaat om tegen de regering, tegen de huidige regering. Dan heb ik het specifiek over de VAP-regering. Dan ben ik altijd er tegen. En zolang als het gaat om zoiets, dan ben ik er altijd bij. Ik ben een volksstrijder, ik heb het altijd doorgegeven. Maakt niet uit wie het is. Wie tegen de regering is, ik sta achter deze mensen. Maakt niet uit wie het is. Allah wali bisma sa de baka regering, die spoor de man, midden de man baka. Daarom ben ik er ook bij. A president voor Brasso Sodeina Kondre, we eis van me donderop naar de Siki van me samen Chako Jagu. We eis van me donderop. We eis van Santo Kister go check up. Mek ga go scan. Mek Santo Kiko look even op is a coronavirus. Mek ga hier die go scan boy. Mek ga hier die go scan boy. Allah de big imam go scan. Want no, no, hier corona groep opdrapen. We hebben ziekte opdrappen, ongezonde mensen. COVID is eigenlijk een steun geworden voor de overheid. Van alles dat ik kan stoten voor COVID, ga ik het voor COVID sturen. Is dat ook? Dan ga ik het voor de vorige regering. Is de vorige regering en COVID. Dus de regering hier, die nu aan de macht is, de oppositie, de coalitie, ze willen de realiteit niet accepteren dat zij bezig zijn met verkeerde handelingen. Toch? Handelingen waarbij het volk echt gedupeerd wordt. En eronder leed. Geen tijd te verliezen met mensen die het land willen verkopen. We willen Tigri terug hebben. En zei, we hebben een heleboel huiswerk te doen. Meneer, weg met Chan, Mamoro. Weg met Chan! Waarom willen jullie deze regering weg? Daar is dat protest voor, toch? Nou, nee. Ik heb niet aangekondigd weg met Chan vandaag. Als ik goed heb geluisterd, heb ik niet aangekondigd weg met Chan. Weet u waarom ik dat niet heb aangekondigd? Ziet u een alternatief op dit moment vanuit de Surinaamse politiek? Nee, er is geen alternatief. Toch? Er zou een verandering kunnen komen als we integere burgers hebben die kundig zijn, die kennis dragen van zaken en die gewoon bijvoorbeeld de interim burgerbestuur willen regelen voor Suriname voor de gedurende 2 jaar of zo. Alle wetten gaan herzien en alle dingen gaan veranderen. Dan denk ik dat ik dat kan. Dan denk ik dat ik dat kan.
Maar ik sta achter geen enkele politieke partij. Want dankzij al die politieke partijen van Suriname, vooral die traditionele, de VAP, de ABOP, de NDP, de PL, de NPS, allemaal dankzij hun zitten we vandaag in deze situatie. Weg met die taal. Die taal moet weg. Die taal moet weg. We moeten niet alleen deze regering de schuld geven. Het is al lang begonnen. Nu voelen we het gelak. En nu zijn deze mannen daar en geloof me, ze kunnen geen verandering aanbrengen. Dus, dan ga je misschien daarop terug moeten komen. Als ze het niet kunnen doen, moeten ze plaats vrijmaken voor andere mensen. En liefst Surinaamse burgers die willen opereren, maar niet via een politieke partij. Waarom heb je daar opgeroepen voor vandaag? Mag zit bij ons. Mag zit niet bij hun. Het moment dat de bevolking gaat buigen voor de regering, dan moet je weten dat ze gaan willen doen met ons wat ze willen. Maar het moment dat is maar begin open, dus maar zeg ja, macht die daar UNO. En dan vertonen we ook onze macht, toch? Dan ga je zien dat ze rekening gaan houden, toch? Want ze konden veel meer hebben gedaan. Maar alleen het feit dat men gaat protesteren, men gaat demonstreren, men gaat klagen, dan gaan ze even on hold zetten en dan komen ze terug. Maar als je gewoon blijft zitten thuis, dan gaan die mannen doen wat ze willen. En je ziet dat als je deze gasten laat doen wat ze willen, doen ze echt wat ze willen. Ze bevoordelen hun familie, ze bevoordelen hun vrienden, ze bevoordelen hun kapitalisten. Maar wij die beneden zijn, we gaan alleen maar achteruit. Dus het enige wat vooruit gegaan is in Suriname, is de achteruitgang van de Surinaamse bevolking. Nee, we gaan niet de zin, we gaan vrij. Ja. Maak je niet druk. We gaan vrij. Maak je niet druk, mensen. Inspecteur op het trottoir. Inspecteur Arba. Ik ga niet in discussie, die mannen doen hun werk. Die mannen knoppen op moppo. Oké, meteen. Mag ik dat niet passen? Die mannen doen hun werk, brada. Luko boom om eens mannen manjang, om eens mannen man dringi, luko om eens mannen man paiur ofzo, om eens mannen man guascoro, om eens mannen man guaroko, denen man paibus. Dus ik hoef niets hier aan te kaarten voor tegenis, maar ieder weet al wat er gebeurt. Er is geen enkele sector, niet eens onderwijs, gezondheidszorg, brada. In het korps, brada no one say as a nego. En dan nog is er een miwanglik activistische, de vakbonden zien het niet. Die andere activisten, ik praat over activisten morgen. Ik praat over één activist en ik praat dan over mezelf. Want ik heb geen collega-activisten. Allemaal zijn omgekocht. Allemaal zijn omgekocht. Omkopen is niet alleen met geld. Je kan ook een positie vinden. Kijk, Safira Jusserin. Dus ik wil me niet bezighouden met activisten. Als er Surinamers zijn die willen opkomen en mij willen ondersteunen om dit te doen, dan doen we het. Maar voor nu ga ik even in de rust. Tot nader orde, maar niet voor 25 februari. Economie voor het dingi. Economie voor het dingi, mevrouw Nomamoro. Dan moet ik weg. Nomantek as. Meri voor naar de moro. Fesekoina. Benastat de machine kopoti. Benastat. Teluku tan teina diena fu. Teina diena fu. Biki wawe. Teina kino. Amam kwe.